Vandaag is vrijdag. Dat betekent dat bijna alles dicht is. Dat mensen naar de moskee zijn. Vrijdag is zoals zondag in Nederland. Hier naar rechts. Dat was het. Hier wonen ze. Kijk of iemand is. Salam alaikum. Je bestudeert een minuscuul deeltje, denk je, van een samenleving. En ondertussen kan ik nog mijn hele leven verder praten over Senegal. Hoe je dus door naar zoiets als Sabar te kijken. Eigenlijk veranderende genderverhoudingen, maar ook Senegal een globaliserende context. En hoe je dat allemaal mooi in beeld kan krijgen. Ik woon in Jof. En Jof is een hele rustige visserswijk waar Dakar eigenlijk op gefundeerd is. Het is een voornamelijk door Libou vissers gedomineerde wijk. En het heeft daardoor een vrij traditioneel karakter. Er zijn bepaalde wijken waar je niet mag roken, waar je niet in spijkerbroek mag lopen, waar er geen luide muziek mag zijn, dus waar ook nooit een sabar georganiseerd zou mogen worden. Sabar is een drum, afkomstig uit alleen Senegal. En je speelt met een stok en een hand en daardoor krijgt het een heel schel geluid. En daar zijn dansen op ontstaan en dat heet allemaal sabar. Maar die term is best verwarrend, dat realiseer ik me ook. Maar zo gaan Senegalezen er zelf mee om. Die zeggen dan, nee, Sophie, er is een sabar daar en daar, ga je mee. En dan bedoelen ze een sabar aangelegenheid. En als je ze zegt, zullen we sabar dansen, dan bedoelen ze sabar dans. En als ze zeggen, ik kan je sabar spelen, dan bedoelen ze het instrument. Op het moment dat er een sabar georganiseerd wordt, domineert dat werkelijk de publieke ruimte, maar domineert ook nog eens al het geluid. Sabar zijn ongelooflijk veel herrie. Maar kijk naar de voeten van een danser. Hij speelt wat jij gaat doen. Daarom is het leuk om met live percussie te dansen. Sowieso, en veel leuker dan met muziek. Want je krijgt heel veel en je geeft ook heel veel weg. Thank you.
viering van vrouwelijke seksualiteit. Wat het normbeeld is van de islam, denk ik, als je daarover kan spreken, is dat vrouwen op een bepaalde manier ingetogen dienen te zijn. Niet te expliciet, niet te extrovert en dan zeker niet heel erg te koop lopen met sexy zijn of seks hebben of seksualiteit, seksueel zijn. En Sabar is bij uitstek heel seksueel. Dus daarom vond ik het zo interessant om daar onderzoek naar te doen. Hoe kan dit nou bestaan? Dat er dus iets als Sabar is naast een overtuigd islamitische bevolking. Wat te zien is bij dans, dat vind ik zeer opvallend, is dat meisjes leren van jongs af aan hun benen te bedekken. En bij Sabar wordt juist alles opengegooid. Zelf ook die reputatieproblemen had, kon ik ook heel makkelijk mijn toegang vinden tot die vrouwelijke danseres. Want die zeiden, ja, Sophie, dat heb jij toch ook? Begrijp je toch wel? Je hebt toch ook hetzelfde commentaar met dat dansen? Dus dat was wel mijn grote toegang tot mijn onderzoeksgroep. Die moeten wel een goede reden hebben om te beginnen om daar te dansen. Om toch te kunnen dansen of om toch op een manier daarmee om te kunnen gaan, noemen ze dat hun werk. Mannen dansen ook heel anders, veel acrobatischer, veel minder elegant. Ik denk ook dat ze een eigen stijl hebben moeten ontwikkelen om zich te onderscheiden. Ze zeggen Sabar is een vrouwendans. Als je als man Sabar danst, dan doe je dus als een vrouw en dan ben je dus homo. Daar ben je in Senegal niet blij mee. Misschien hebben ze daarom onder andere wel een totaal eigen stijl ontwikkeld, dat ze niet meer doen als een vrouw, maar een nieuwe vorm van Sabar hebben uitgevonden. Mannen moeten gewoon geld binnenbrengen. Mannen zijn pas een man in Senegal als ze financiële verantwoordelijkheid hebben. En die hebben meestal vrouwen en kinderen. Dus mannen moeten gewoon geld binnenbrengen. En als Sabar een nieuwe manier is om geld te verdienen in een land als Senegal waar je niet zoveel kansen krijgt, dan wordt hij aangegrepen, dan wordt hij uitgebuit. En dat is denk ik wat er nu met Sabar gebeurt. Domein getild, er een nieuwe vorm van gemaakt en dat op een internationaal podium in Europa en in clipjes en zo naar een ander niveau getild. Maar dat betekent niet dat de vorm van de vrouwen, die is er ook nog steeds. Dus Sabar is eigenlijk pluriformer geworden.